Hans, ja, 6-4 verlies. Had er meer in gezeten? Ik denk op sommige cruciale momenten wel. Ik denk dat we lang 2-3 stonden en ook 3-4. Ik denk als we daar die aansluitingstreffer kunnen maken, dat je een heel ander match krijgt. Maar natuurlijk, ze hebben alles gegeven. AKC ook supergoed match gespeeld. Verdiende winnaar ook wel. Maar het is elk jaar hetzelfde. Jullie staan er wel elk jaar, hè? Ja, inderdaad. We staan er elk jaar. Maar we sneuvelden altijd in de finale. Vorig jaar ook met de U12. Dus gingen we zelf met de voorsprong rusten. We hebben het uit de hand gegeven. Nu gingen we niet met voorsprong rusten. Maar ik denk ook wel dat er meer had ingezeten. Maar op naar volgend jaar, hè. Maar dat betekent wel dat er goed gewerkt wordt bij Temse. Ja, dat vind ik ook wel. We hebben ook van de KBKB de titel gekregen overlaatst van de beste jeugdploeg. Dus dat is toch wel een teken dat we goed bezig zijn. En dat vinden we ook zelf. Ik vind dat ook tof. Dus ja. De op één na beste ploeg van het land, dat betekent vanavond feest in Temse? Zeker, zeker. Dat was op voorhand al gepland. We waren hier al geraakt, dus dat vonden we al tof. Die finale gaat het ook goed. Dus straks gewoon met allemaal de gastjes, fietsjes eten. Dat wordt gezellig.